Welkom bij First Class. Vandaag zal ik jullie uitleggen hoe je basilicolie moet maken. Dus we nemen de basiliek. De basiliekblaadjes die hebben we al gewassen vooraf. We gaan eigenlijk juist de blaadjes gaan gebruiken. En we gaan eigenlijk mooi gaan plukken. En eigenlijk alles in een klein kuttertje doen. Nu nemen we de spinazie. De gewassen spinazie. Die gaan we er ook bij gaan doen. Nu nemen we de maïsolie. Waarom maïsolie? Maïsolie is een neutrale olie. Die eigenlijk alle smaak gaat opnemen van de basiliek en van de spinazie. Doe je dat bijvoorbeeld met olijfolie. Olijfolie is veel pittiger, veel bitterder. Dan gaat dat niet zo lekker zijn of dat je dat met maïsolie gaat doen. De maïsolie die gaat er mooi bij. En nu gaan we dat mooi gaan mixen. Dus je ziet, alles is heel mooi gemixt. En eigenlijk, nu hebben we eigenlijk al een soort basiliekolie. Als je daar gaat aan ruiken, je ruikt echte basiliek. Dat frisse. Maar nu gaan we eigenlijk de olie eigenlijk gaan clarifieren, eigenlijk gaan helder maken. En hoe gaan we dat doen? Dus we gaan eigenlijk de olie eerst gaan koken. Dus we nemen een kookpot. We doen alle olie erin. Dan nemen we een bolzeef. Een neteldoek. Dus wat gaan we nu doen, is eigenlijk De basiliekolie gaan we laten opkoken zodanig dat de olie eigenlijk gaat clarifieren. Dus eigenlijk de gekutterde basiliek die gaat eigenlijk al zijn smaak afgeven aan de olie. En we gaan eigenlijk een zeer heldere olie bekomen. Dus de basiliekolie die gaan we eigenlijk op maximale kracht laten opkoken. Lichtjes al roerend. Opkoken tot het kookpunt. En nu gaan we eigenlijk alles mooi laten uitlekken op de neteldoek. Dus de olie die is nu mooi gepasseerd. Dus eigenlijk, als je gaat zien, we hebben eigenlijk een zeer heldere groene basiliekolie. Dit is een basis die ik heel veel gebruik in mijn keuken. Wat we ermee gaan doen, dat ziet u in een volgende aflevering van First Class. Alle recepturen vindt u terug op firstclass.tv. Makkelijk.